Ik zette meer dan 50 kijkers op 4 platformen en draaide daarna aan een wiel om te bepalen welk platform wegging. Je had meloen, obsidian, dirt en sponge. En ik draaide dus telkens aan het rad en de kleur die eruit kwam ging weg. Of er nou 1 iemand op stond of 35, dat maakte niks uit. En als een platform gedraaid werd, was het daarna voor altijd weg. En zo verdween het dirt platform. En was deze nu voor altijd weg. Er was alleen nog obsidian, melon en sponge over. We draaiden nog een keer aan het rad en daaruit kwam dat meloen nu ook weg moest. Uiteindelijk was het alleen maar nog obsidian versus sponge. Op het obsidian platform stonden er nog 3 mensen en op het sponge platform stonden er 4. Ik draaide aan het rad, de spanning steeg en het was het obsidian platform dat verdween. Maar ik vond het nog niet genoeg geweest. En er moest een echte winnaar komen. Dus de 4 spelers die op sponge stonden verdeelde ik opnieuw over de 4 vlakken. En op een gegeven moment was het alleen maar nog meloen tegen spons. Oké, en nu aan jou de kans om te gokken welke gaat winnen. Meloen of spons. En er was 1 laatste alles bepalende draai. Meloen die wegging en sponge die overleefde. En daarmee had Duo ook nu gewonnen. Gefeliciteerd. Had jij het goed? Laat het weten in de comments.